Tijdens de onlangs gehouden persconferentie werd er aan de minister van de Natuurlijke Hulpbronnen, minister Abia Moffel, gevraagd als hij op de hoogte is dat EBS-voertuigen worden ingezet om ABOP-vlaggetjes op te hangen. De minister gaf vervolgens antwoord hierop: Ja, um, op de eerste plaats. U, u zei minister, dus geen vertegenwoordiger van de ABOP, geen woordvoerder van de ABOP. Um, op een uh, andere plek, ander moment met een andere pet op kan ik wel namens Abo praten. Dat doe ik heel graag hoor. En, uh, maar ten aanzien van de auto, ik heb die video niet gezien. Oké, okay, ik ga zo checken. Maar het zou, het zou niet mogen. Het zou niet mogen. Uh, dat, uh, dat, dat kan niet. Uh, maar uh, ik kan me niet voorstellen hoor, dat, het is, uh, dat het is. Ja, het is een Facebook-link. Ik heb geen Facebook. Ik, ik, um, maar dat zou niet mogen. Ik kan me niet voorstellen dat het is gebeurd. Uh, en um, wij zullen het onderzoeken. Het uh, is mij ook uh, niet gerapporteerd, maar het is niet de bedoeling dat, uh, dat overheids. Uh, voertuigen of voertuigen van state-owned enterprises, EBS uh, of welk staatsbedrijf dan ook, uh, worden ingezet voor, uh, voor uh, politieke activiteiten.